Ik ben Marcel Salmink. Ik ben leerkracht van groep 8 op SBO De Pyramide hier in Arnhem. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. VV Eendracht Arnhem, wat gaaf. Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor het SBO. Ik heb altijd wel met stage lopen gemerkt dat ik meer aandacht had voor de kinderen die, die wat extra's van mij nodig hadden. Daarbij zie ik nu dat ik dat steeds leuker vind. En ik merk ook echt aan de kinderen dat ze beter tot leren komen in het SBO als ze daar echt horen. En dat extraatje wil ik ze gewoon heel graag geven. Ja, om het helemaal samen te vatten, is het voor jou als leerkracht heel belangrijk dat jij voorspelbaar bent in je gedrag. Dat je de kinderen betrekt bij het onderwijs. Dat vraagt een stukje voorbereiding, maar die krijg je dubbel zo hard terug, die tijd en die voldoening van alle kinderen, als ze echt tot leren komen. En als dat dan niet in het reguliere onderwijs lukt, en het lukt wel binnen het SBO, ja, dan zie je gewoon dat de kinderen zich fijner voelen. Dat is geweldig om aan die kinderen les te mogen geven. Nadat ik de PABO heb afgerond, ben ik meteen gaan solliciteren. En daarbij wilde ik eigenlijk al zo snel mogelijk het SBO in. Dus ik heb nog geen specifieke opleiding gevolgd voor het SBO. Ik heb wel verschillende trainingen gevolgd om mijzelf als meester beter te maken binnen het SBO. En ik ben de procesbegeleider van ons ontwikkelteam van de bovenbouw. En daarbij proberen we onszelf als meester beter te maken met het hele team, zodat we van en met elkaar leren. Ik zal even gaan vertellen wat wij gaan doen vandaag. En dat begint met lekker lezen. Gaan ze daar eerst gewoon lekker lezen. Daarna gaan wij rekenen. En bij rekenen gaan we weer met procenten verder. En dan denk ik dat ik al wel klaar ben om met jullie te gaan koken. Ik denk dat wij verschillen van het reguliere, dat wij meer kijken naar het gedrag van kinderen. En dat wij een stukje voorspelbaarder zijn in het gedrag wat wij verwachten van de kinderen. Daar helpen we ze bij met speciale methodes, zodat we de kinderen houvast geven wat ze nodig hebben en dat wat ze dus op het reguliere niet krijgen. De kinderen die leren gewoon in kleinere stappen. Dus die hebben ook echt de ruimte nodig om andere dingen te trainen, te oefenen. Bijvoorbeeld het zelfstandig doorwerken. Dat kan al een hele grote opgave zijn voor onze kinderen. Dus we moeten dat goed voorbereiden, goed bespreken met ze, zodat ze zich vertrouwd voelen. Je zag aan het begin dat ik duidelijk de les heb uitgelegd. De kinderen hebben dat nodig, van A tot Z wat we gaan doen. Ik probeer de instructie die ik geef altijd op een effectieve manier te geven, zodat de kinderen actief mee moeten doen, door middel van een whiteboard of een coöperatieve werkvorm. Wij gaan ze dadelijk eerst automatiseren. Dat doen we met de kaartjes en met de bal. Door ze dus meer betrokken te maken, komen de kinderen meer tot leren. En ook bij hun eigen ontwikkeling zie ik dat ze gewoon vooruit willen komen. Dat is 8. Goed zo, jongens. Goed zo, Nicolas. Goed zo, Mustafa. Goed zo, Jaden. Dat is 10. 3. 2, 1, 16! Lekker jongens. 19 eraf 9. De overeenkomsten zijn denk ik dat je altijd wel lesdoelen hebt te behalen met de kinderen. En dat je moet zorgen voor een veilig klassenklimaat, klassenmanagement moet goed in orde zijn. Natuurlijk in het regulier zijn de klassen wat groter dan bij ons in het SBO. Dus we kunnen de kinderen net wat meer aandacht geven wat ze ook echt nodig hebben van ons. Jamie, is het handig om te gaan rennen hier in de dure klas? Nee, is niet handig. Hè? Nee, dus dat gaan we ook niet doen. Hè? Ik pak de methode erbij en dan ga ik kijken wat het lesdoel is. Vanuit daar ga ik kijken hoe dat wordt aangeboden. En als ik denk dat het in te grote stappen wordt aangeboden, dan ga ik tussenstapjes maken. De methodes zijn niet allemaal gericht op het SBO, dus het vraagt misschien wat meer voorbereidingstijd om goed en kritisch naar de methode te kijken. Maar dan vind ik het wel heel mooi om te zien dat als een les echt goed gelukt is, dat je veel goede antwoorden van de kinderen terugkrijgt en dat ze laten zien dat ze iets geleerd hebben, ja, dat vind ik geweldig. De ervaring die mij bijblijft is toch wel dat de kinderen graag willen laten zien dat ze iets gelezen hebben of dat ze iets nieuws geleerd hebben, dat ze daar nog op een later moment op terugkomen. Zo'n meester, vorige week hebben we het over dit gehad en ik kom dat nu in mijn leesboek tegen. En dat vind ik gewoon heel mooi, dat laat ook zien dat ze betrokken zijn.
En dan denk ik ook echt wel dat ze thuiskomen en zeggen, kijk, ik heb dit geleerd van de meester en daar word ik vrolijk van. En dat, ja, dan smelt je als meester zijn het natuurlijk helemaal weg. Ja, dat is geweldig binnen het SBO. 20, 0, 25. We zijn hier in de keuken, in een van de drie ateliers die wij op school hier hebben. Ik zelf ben groot fan van deze keuken. We hebben hier mooi de ruimte om de kinderen die het moeilijk vinden om uit een boek te leren, om die dan als een soort praktijkvak koken kunnen aanbieden, maar ook echt leren samenwerken. En dan is het elke vrijdagmiddag weer één groot feest om hier met z'n allen te koken, netjes op te ruimen. En dat is als meester zijnde geweldig om te zien als jouw klas zich op vrijdagmiddag echt wel de hele week zit te verheugen op de kookles. Van meester op maandag, wat gaan we koken? Ja, dat vind ik super. Ja. Ja. Is dat de pets? Super. De verschillen tussen SBO en regulier zitten niet in het lesgeven, want je hebt altijd wel een lesdoel te behalen. Maar je moet gewoon in het SBO veel meer kijken naar het gedrag achter de kinderen. En als leerkracht, als meester zijn, dan moet je echt wel inspelen op sociaal wenselijk schoolgedrag. Kijken naar het gedrag achter het kind en gewoon voorspelbaar zijn, zodat de kinderen duidelijkheid en structuur hebben. Want als de dag ook maar ietsjes anders is dan normaal zou zijn, ja, dan zijn ze toch wat meer afgeleid. En daarom kies ik voor een baan in het speciaal basisonderwijs.